na 2 jaar die andere Irma, die in die persconferenties, is het eigenlijk wel weer prettig dat we het nu eens gewoon over deze Irma kunnen hebben. Stichting CIS, had iemand er ooit al eens van gehoord? Arthur, jij mag niet meedoen. Nee, had iemand er ooit van gehoord? Ja, oké. Niet heel erg veel dus. Nou ja, we zullen zo ontdekken hoe relevant dat is. Nou, het is vrijdagmiddag, zoals nu, en je wil een nieuwe auto verzekeren. En wat kan er dan gebeuren? Je zit in een proces, bijvoorbeeld via online of een aanvraagformulier wat je hebt ingediend. En dan toch kan het gebeuren dat een verzekeraar zegt, we hebben nog wat aanvullende vragen voor je. En dan merk je dus eigenlijk dat die verzekeraar kennelijk onderweg nog wat dingen doet om nader met je kennis te maken. Terwijl je toch al aardig wat vragen hebt ingevuld om bij die verzekeraar onderdak te krijgen. Nou, dat heeft met CIS te maken, dat gaan we zo uitleggen. Een stichting van en voor verzekeraars. Wij bieden diensten voor risico-inschatting van die verzekeraars. Maar consumenten hebben natuurlijk ook het recht om te weten hoe ze geregistreerd staan bij die stichting in die CIS-databank. Daar kom ik zo over te praten. We hebben over een webapp nagedacht en daar hebben we ook heel verlangend oog naar Irma gekeken. Gaan we zo over vertellen. We zullen een demo geven van hoe we dat in het proces hebben ingebakken. En we vertellen over onze ervaringen die we sinds oktober hebben toen we de app hebben geïntroduceerd. Even stoffig, even terug naar 1985. Toen is die stichting al opgericht door een aantal verzekeraars, zoals hier genoemd. En het inzicht van die verzekeraars was, concurrentie is goed, maar op het gebied van misbruik van verzekeringen, en heb je het over fraudeurs, moeten we elkaar niet beconcurreren. Nou, kaartenbak is later vervangen door de digitale wereld en het heeft zich ook niet langer beperkt tot alleen maar gegevens van mensen met minder goede bedoelingen. Eigenaars van CIS zijn hier in beeld, dat zijn 118 verzekeraars, 158 volmachten. En we kennen ook nog 6 bijzondere deelnemers, waaronder onder andere het Verbond van Verzekeraars en een aantal andere partijen. Wat staat er nou in die CIS-databank waar we het over hebben? Daar staan ongeveer 18 miljoen gegevens, registraties, autoaanrijdingen, inboedel, reis, noem het maar op. Ongekleurde claimmeldingen staan in die CIS-databank. Nou, ruim 17.000 rijontzeggingen, heel relevant natuurlijk in het kader van de verkeersveiligheid en het aanvragen van autoverzekeringen. Voor de rest kennen we zo'n 20.000 mensen die in het externe verwijzingsregister staan. En dat zijn mensen die heel nadrukkelijk de industrie schade hebben toegebracht door onwaarachtige opgaven en het spel van verzekeringsbedrog. En verder kennen we nog een groep mensen die, aan wie de verzekering is opgezegd in verband met allerlei redenen. En hele notoren mensen die heel notoren hun premie niet betalen. Al met al wordt die databank zo'n 3,5 miljoen keer geautomatiseerd geraadpleegd en zo'n 350.000 keer handmatig. Verder bieden we ook nog een aantal andere diensten voor de verzekeraars, want ze hebben natuurlijk ook nog een aantal wettelijke verplichtingen waar ze zich aan moeten houden. Het verifiëren van UBO's, we hadden het er net al even met KVK over. Controle van sanctielijsten, heel actueel natuurlijk ook in het kader van wat er allemaal in het oosten gebeurt. En PEP-lijsten, Publicly Exposed Persons, daar moet je ook van weten dat je in de boeken hebt. Waarom leggen die verzekeraars al die registraties vast? Nou, dat gebruiken ze voor risico-inschatting om de premie beheersbaar te houden voor hun klanten. Ja, dus er worden gegevens door jullie verstrekt, bijvoorbeeld hoe vaak je al eerder claims hebt gehad, of er eerder een verzekering is opgezegd, of je wel eens met justitie in aanraking bent geweest. Nou, de controle tegen de CIS-databank is eigenlijk een verificatie van die gegevens. Zijn er contra-indicaties, dan zal die verzekeraar contact met je opnemen. Dat gebeurt ook bij mutaties of bij schadebehandeling. Ja, voor hetzelfde geld is de claim al eerder ingediend, eerder een oude deuk of een voorwerp of een object wat eerder gestolen is, maar toch ook al geclaimd. Dus fraudeherkenning speelt een rol en eigenlijk is het hele instrument gericht op ken uw klant, customer due diligence. Ja, hoe ging dat inzagerecht tot 2010? Dan moest er per post een formulier worden opgevraagd, postzegels plakken. Je moest er kosten voor betalen om dat inzagerecht te kunnen uitoefenen. Kopie-identificatie moest er meegestuurd worden. En dan kreeg je een bericht dat er misschien na 28 dagen eens een keer een reactie was. Nou, dan sta je met je nieuwe auto die je eigenlijk heel snel op de weg wil hebben. Dus wat zijn we gaan doen? We zijn gaan kijken, kunnen we niet een versnelling in dat proces aanbrengen? De kosten zijn sowieso geschrapt, want dat was een hele administratie op zich natuurlijk die je moest voeren. Toen werd het een variant waarbij je ook het formulier op de website kon downloaden. Nou, dat is later weer vervangen door een webformulier. Dat kon dus rechtstreeks in de administratie worden ingevoerd.
Maar dan zit je nog steeds met het punt identificatie. Dat bleef een punt van vertraging. Nou, wat zie je natuurlijk? Vroeger hadden verzekeraars op heel veel producten meerjaarscontracten. Dat is allemaal vereenvoudigd en is allemaal maar 1 jaar of zelfs korter. En consumenten wisselen ook heel vaak van verzekeraar. En dat betekent ook dat er meer verzoeken zijn bij ons om eens te kijken hoe ze ervoor staan. Als we kijken naar de geschiedenis vanaf ongeveer 10 jaar geleden, toen die grijze kolom, dan zie je dat er toen jaarlijks ongeveer 2000 mensen een inzageverzoek deden bij SIS om te weten wat hun doopcel was, wat er van hun in die databank geregistreerd staat. En dat is ruim verviervoudigd, zeg maar, als je kijkt naar de situatie van vorig jaar. Nou, we hebben dus een behoefte aan een snelle identificatie en een verificatie. Nou, het is al meerdere keren gezegd vanmiddag, Nederlandse consument heeft geen digitale identiteit. Misschien dat de wet digitale overheid daar verandering in gaat brengen. Ik weet het niet, maar daar speelt ook wat. DigiD was in ons is beperkt gebruikbaar voor overheidspartijen aan bepalende organisaties. En wij zagen natuurlijk het liefst de consument zelf aan het stuur. Daarmee viel IDIN ook eigenlijk af, want dan zie je dat we een afhankelijkheid hebben van banken. Ook niet alle banken doen mee aan aan IDIN. Het is natuurlijk ook zo dat niet elke burger in Nederland een bankrekening heeft. Dus als je het voor iedereen toegankelijk wil maken, dan heb je iets anders nodig. En dan op die manier kwamen wij bij Irma uit. Volgens mij ga jij nu wat vertellen over het proces van Irma en hoe dat eruit ziet. Ja. Nou, buiten de stap, goedemiddag overigens, buiten de stap van het webformulier, dat blijft natuurlijk nog steeds aan zich, want we hebben voor iedere type consument wil je toch een mogelijkheid bieden om het inzagerecht uit te oefenen. Wilden we die stap maken naar een snelle webapp, dat ze gewoon direct hun verzekeringshistorie kunnen opvragen. Geen wachttijden en eigenlijk ook gewoon op een mobiel op te vragen. Nou, we zijn met een ruwe ontwerp zijn we gestart. Hè. We zijn wat gaan tekenen van hoe ziet dat idealiter, ziet dat eruit? Wat zijn de informatiegegevens vanuit Irma wat beschikbaar was? Nou, de BRP natuurlijk een fantastisch middel dat die koppeling er ligt. Want waar kun je het beter halen dan bij de bron uit de BRP? We vonden het handig dat we een samenvatting kregen van het inzageverzoek. Dat de consument ook weet welke gegevens hebben we nodig. Welke gegevens geeft de consument ook door om dat aan het verzoek gehoord te kunnen geven. En uiteraard ook hoe gaat zo'n resultaat eruit zien. Het moet makkelijk en voor de hand liggend zijn. Toen we eigenlijk al deze elementen hadden gebouwd, hebben we natuurlijk ook een aantal users gevraagd van jongens, is het begrijpelijk? Wat kunnen we er allemaal mee? Kan de benodigde informatie snel worden opgehaald? Is het begrijpelijk? Kunnen ze ermee uit de voeten? We hebben uiteraard daar wat interviews over gehouden. En de resultaten van dat gebruikersonderzoek die kwamen leuk terug. Ik doe even toespitsen op de koppeling met Irma, omdat we hier toch voor Irma zitten. De rest zal ik even achterwege houden. Daar werd toch ook wel gezegd dat ze heel erg op zoek waren. En volgens mij was jij die ook net ook al een vraag stelde. Vinden ze het betrouwbaar? Durven ze het te gebruiken? Je ziet toch wel dat de consument op zoek gaat naar informatie. Van hé, maar wat is dat Irma? Ik ken het niet, maar ik wil wel snel die verzekering hebben. Dus ik wil ook snel een antwoord krijgen over mijn verzekeringshistorie. En we merkten dat de consumenten enorm vastliepen in de informatieverstrekking aan de kant van Irma. Daar heb ik destijds ook met Bob Kronenburg, niet aanwezig volgens mij vandaag. Maar veel contact ook over gehad. Dat zou ook worden opgepakt, dus dat is heel plezierig. Maar we hebben de consument zoveel mogelijk meegenomen in de informatieverstrekking. De verwijzing naar de Irma-site. Een filmpje hebben we gemaakt en uitleg ook vooral de verschillen tussen Irma en DigiD. Want het is voor de consument, hè, wij zitten het allemaal best goed in de materie. Wij snappen de verschillen, we snappen ook dat het nodig is om te bevestigen van je ophalen van je Irma-kaartjes. Maar voor de consument, het is totally lost. En dan zijn het best veel stappen, verschillende instanties, wie doet nu wat. En uiteindelijk wil ik gewoon alleen maar die autoverzekering, want ik moet aan het feestje vanavond toe. Dus dat was best wel een beetje een uitdaging. Maar ik denk dat, dat we daar aardig in zijn geslaagd. Ik heb, toevallig ik ook wel, maar goed, dat terzijde, hebben we een informatiefilmpje gemaakt. Welkom! In deze video leggen we uit hoe de webapp van SIS werkt. Via de webapp kunt u registraties direct inzien. Het is gemakkelijk en snel. Door middel van de app Irma kunt u uw persoonsgegevens veilig aan ons verstrekken. Inloggen bij de app Irma doet u zo
Stap 1. U downloadt de app op uw mobiel. Stap 2. U meldt uzelf aan in de app. Stap 3. U voegt 4 kaartjes met persoonsgegevens toe. U heeft de volgende kaartjes nodig ter identificatie. Uw woonadres, persoonsgegevens, mobiel telefoonnummer en uw e-mailadres. We gaan nu naar het startscherm van de webapp. Klik op de rode knop om te starten. Dan komt er eerst wat informatie over identificatie in beeld. U opent vervolgens de Irma-app op uw mobiel en scant de QR-code in de webapp ter identificatie. Wanneer u in de Irma-app klikt op ja, verschijnen uw persoonsgegevens. In het volgende scherm kunt u vorige adressen van de afgelopen 8 jaar toevoegen. Vergeet niet op oké te drukken, anders worden uw extra adressen niet meegenomen. Daarna krijgt u een samenvatting van uw gegevens te zien. Als u doorgaat, dan worden deze gegevens gedeeld en uw registraties opgehaald. Wanneer u op het PDF-symbool klikt, worden uw registraties gedownload. Het bestand bestaat uit meerdere pagina's, zoals u hier ziet. U krijgt dit bestand ook nog per e-mail toegestuurd. Wel zo handig! U heeft nu uw inzageverzoek succesvol doorlopen. Bedankt voor het gebruik. Dus dat was de film. We zouden in theorie een live demo kunnen doen. We waren een beetje benieuwd naar de aansluiting. En ik heb gewoon de print screens gemaakt. Jullie hebben denk ik ook al wat schermen voorbij zien komen in het filmpje. Om even voor jullie de beeldvorming. Het startscherm, SIS voor consumenten. De identificatie met de korte uitleg. Waarom ze dit moeten doen en hoe we die gegevens nodig hebben. Nou, bij klik op doorgaan. De set aan data die we nodig hebben voor het verzoek tot inzage uit te kunnen voeren. Op het moment... Ik wil alles van me weten, ja precies. Ik merk dat ik een paar print screens niet erin heb gedaan, excuus. Uiteraard krijg ik dan de QR-code, die scan ik. Dat is jullie al wel bekend, we hebben dat al een aantal keren gezien. Ik druk op oké natuurlijk in mijn EMA-app. Dan krijg ik de confirmatie op mijn scherm met welke set aan data ik dus overgeef, die vanuit Irma worden opgehaald, die gebruikt worden voor het inzageverzoek. Eventuele overige adressen, helaas nog niet beschikbaar via Irma. Daar zijn we echt naastig naar op zoek, dus ik mag hopen dat het ooit komt. Want dan hebben we daar ook een valide adresgegevens bij, zodat we de complete set aan data vanuit een officiële instantie kunnen ophalen. Even waarvoor is dat van belang? Op het moment dat we verhuizen, de claims die ik eerder heb gehad op mijn vorige adres, die zullen door de nieuwe verzekeraar niet worden overschreven met de nieuwe adresgegevens. Enerzijds, ik hoef natuurlijk niet meer bij die verzekeraar verzekerd te zijn. Dus dan heb je wel gewoon met historische data te maken. En anderzijds hebben we ook te maken dat het moment op zich dat de claim wordt geregistreerd, dat is de data van adresgegevens die wordt vastgehouden. We willen natuurlijk vanuit AVG absoluut niet hebben dat we registraties gaan toesturen in een automatisch proces die niet 100% matchen. Dus vandaar dat we ook die adresgegevens meenemen in de zoekopdracht. En alleen daarbij een 100% match zal de consument ook direct zijn registraties toegestuurd krijgen. Dus vandaar dat we deze stap er wel in hebben gebouwd. Ja, Albert. Zeker. Ik zag inderdaad Seth, dat je die hele adresgegevens ook nodig hebt. En met deze toelichting begrijp ik ook dat je historische adresdata nodig hebt. Maar een persoon uniek identificeren kan je volgens mij ook al met alleen de naam, geboortedatum en dan het e-mailadres. Omdat je toch hoe heet het ook alweer, die broertjes... Ik een goede opmerking waarbij het e-mailadres een gegeven is wat de verzekeraar vaak wel heeft, maar niet registreert in de SIS-databank. En dat is dus een element. Dus we hebben het dan te doen met voorletters, we hebben te maken met de achternaam en geboortedatum. En dat zou dan de drie componenten zijn. En als je weet hoeveel mensen toch met dezelfde voorletters, dezelfde achternaam en dezelfde geboortedatum, om nog maar niet over de tweelingen te spreken, waarvan de ouders ook nog bedenken om dezelfde set aan voorletters te geven. Wie verzint het? Maar ze zijn er wel. Ja. Heb je echt wel... Ja, en daarbij heb je ook dat pensioenverzekeraars en levensverzekeraars de volledige voornaam registreren in het kader van de WWFT. En schadeverzekeraars doen dat niet. Die noteren voorletters of een voorletter, zelfs soms een voornaam en een beperkte set. Ja. Ze kunnen het wel aanleveren, maar ze doen het vooralsnog niet. Nou, de klant krijgt een samenvatting van zijn verzoek. Dat wordt op de achtergrond verwerkt. En het resultaat, dat hebben jullie natuurlijk in het filmpje ook gezien, met de PDF waarbij de
informatie wordt getoond. Ook door wie die is geregistreerd, door welke verzekeraar. Als er gegevens zijn die niet kloppen, kunnen ze in contact treden met de verzekeraar om aanpassing te laten doen. Er wordt ook uitgelegd hoe ze dat kunnen doen en wat toelichting daarop. Inmiddels loopt vanaf 4 oktober 85% van de inzageverzoeken loopt al via de webapp. En daarvan kan 55% direct worden afgewikkeld. Dat betekent dat er dus 100% correcte gegevens zijn over en weer. Dus in totaal hebben we dus tot en met nu ongeveer 9400 inzageverzoeken voorbij zien komen. 8000 konden via de webapp worden ontvangen. 4400 geautomatiseerd afgehandeld. Ja, en 5000 dossiers waarbij er verschillen zijn in voorletters en andere ongerief. Wat nog even met de ogen bekeken moet worden om echt te zorgen dat de mensen die er recht op hebben de informatie krijgen. Eigenlijk zijn wij bijzonder onder de indruk van wat er gebeurt. We hebben daar niet een extreme promo voor opgezet. We hebben het gewoon in gebruik genomen. En we zien eigenlijk een indrukwekkende adoptie door de consumenten. En natuurlijk al heel mooi dat je 47% al geautomatiseerd kunt afhandelen. Nou, wat kan er beter? Dit is natuurlijk typisch iets waarmee we ook terug willen naar de verzekeraars. Ik had daar straks ook even contact met een van jullie waar het ging om verschil tussen WWFT en schadeverzekeraars. De zorgvuldigheid van gegevens. Nou ja, hier zie je het al, dat ja, als de BRP-gegevens wel kloppen, maar de gegevens bij de verzekeraar niet, dan valt die al uit in het proces. Verder zie je natuurlijk praktische dingen als diakrieten, dus leestekens die de BRP wel correct registreert, maar de verzekeraar niet. En ja, het laatste punt wat jij terecht ook noemde, de beschikbaarheid van vorige adressen, maakt het natuurlijk ook een stuk makkelijker om de gehele set te hebben. Dus wat is eigenlijk de ultieme droom? En die gaat nog wel een stapje verder, want nu zijn we natuurlijk tijdens de rit aan het kijken of iets klopt. Het is eigenlijk een terloopse kennismaking, maar je zou natuurlijk kunnen denken, we gaan het proces helemaal omdraaien. Dus verzekeraars gaan Irma gebruiken bij het onboarden van klanten. Die gaan die klanten adviseren, doe eerst die SIS-toets. Kijk eerst eens zelf naar wat er bekend is binnen het landschap. En of je het daarmee eens bent, dan wordt het niet een centraal informatiesysteem. Maar dan wordt het eigenlijk een customer insurance score waar je zelf de regie op hebt. Dus je kunt, voordat je dus tegen een gesloten deur van een verzekeraar aanloopt, kun je zelf al betwisten wat er in die databank staat. Voor de verzekeraar is het geruststellend dat als dat een groen vinkje krijgt, dat hij eigenlijk die verzekering zonder weinig tussenkomst kan accepteren. Je krijgt dus ook met een situatie te maken dat zowel de verzekeraar als de SIS-databank natuurlijk foutloze klantgegevens registreren. En dit punt speelt natuurlijk ook een rol, want bij schadeverzekeringen zitten ook allerlei mensen in de portefeuilles die helemaal niet bestaan. En dat kan natuurlijk ook als je natuurlijk geen identificatie vraagt. Daar worden ook weer fake claims op gepleegd. Nou, daar ben je dan ook vanaf. En als je kijkt naar het strakke regime van DNB nu in het kader ook van sanctiewetnaleving. Ja, we hadden het er bij UBO net ook al even over. Hoe meer gegevens, hoe exacter die gegevens zijn, hoe beter ook je controle in het kader van wettelijke verplichtingen. Dus ja, als dat allemaal als een trein op de rail staat, dan komen er geen mensen meer aan te passen om die SIS-databank te controleren. Dat is eigenlijk ons verhaal. Hartstikke goed, dankjewel. Dankjewel beiden. Vragen hierover? Misschien aansluit hierop. Allereerst denk ik maar hele mooie gebruikscijfers. Daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Dan wordt het gebruikt. En misschien het goede nieuws is vanuit Irma hebben we contact met verschillende verzekeraars. Die maken vaak van One Welcome gebruik van dit soort diensten. En ja. Bij One Welcome draait bijna de testopstelling met Irma. Ze zijn voorzichtig de verzekeraars aan het porren om met Irma aan de slag Zeker. Te gaan. Dat is nog niet zo ver, maar de eerste stapjes zijn wat mee. En we merken ook, hè, want volgens mij is dat jouw ervaring ook. Er zijn volgens mij al één of twee zorgverzekeraars die... VGZ heeft ermee geëxperimenteerd en heeft beperkt dingen in productie gehad. Maar ik weet niet wat de actuele status is daarvan. En ik dacht Nationale Nederlanden toch ook met die QR-code, dat ze als de klant dan belt, dat ze niet meer hoeven te vragen met de verificatie van de... Ja, de authenticatie via de telefoon. Ja. Dat weet ik niet, daar heb ik geen gebruik van gemaakt. Kijk, wat je eigenlijk raakt is iets heel bijzonders. En dan kom je ook weer op dat UBO-verhaal. Je hebt natuurlijk aan de ene kant eigenlijk te maken met een overheid die heel streng op die naleving van die sanctiewet zit te drukken. Maar aan de andere kant een gereedschap heeft, zoals bijvoorbeeld dat UBO-register, wat nog helemaal niet gevuld is, wat geen update-service kent, wat beperkte persoonsgegevens bevat. Dus aan de ene kant heel sterk op die verzekeraars drukken om die controle na te leven. Maar aan de andere kant een heel gebrekkig stuk gereedschap vooralsnog.
leveren om die controle adequaat te doen. Ja, en dat is natuurlijk ook een bijzondere situatie die nog, ja, waar nog veel over gediscussieerd zal worden. Ja, en breder nog, ze zien zo'n verzekeraar vaak een eigen ecosysteem waar, nou ja, ik praat onder andere met Ora bijvoorbeeld, die heeft dan deels schade, deels zorg inloggen aan de ene kant wel met DigiD en aan de andere kant niet. Verwijzen dan door naar iemand anders die weer op een andere manier inlogt. Dus ecosysteem denken zou Irma ook een heel goede rol kunnen spelen. Exact wat je zegt. Ik had 2 weken geleden nog contact met iemand van een grote verzekeraar uit Utrecht. Die zei, ik heb alle 4 die producten. Inkomen, leven, zorg, schade. En als ik daarin kijk, staat die klant binnen alle 4 die portefeuilles op een andere manier geregistreerd. Dus het is ook binnen 1 organisatie is het vaak nog niet op orde. Ja. Zijn er nog vragen? Ja, Jan. Ik vroeg me af of ik ook een SIS-kaartje in mijn Irma-app kan krijgen met een groen vinkje. Ja, daar willen we dus naartoe. Daar zouden we graag naartoe willen, ja. Heel graag. Ja. Ja. Maar? Is het nog niet? Het hangt natuurlijk af van wat de verzekeraars zelf gaan doen in hun acceptatieproces. Hè. Als ze daar natuurlijk zeggen van ja, wij omarmen Irma eigenlijk als... Want nu zie je dat verzekeraars vaak de relaties nog met de hand moeten inkloppen. Maar als die set gewoon klaar staat en je hebt de... onbetwiste klantgegevens die je gewoon kunt inlezen in je proces, ja, dat dan is dat een onderdeel van wat jij schetst, zeg maar, die situatie. En dus dat rapportje nu zou mij nog geen groen vinkje kunnen geven? Dat zou kunnen, ik weet niet wat voor claim was het eigenlijk? Een gewone claim, niks aan de hand. Kijk, waar het vaak om gaat is de discrepantie tussen wat je hebt geantwoord in het proces en wat er in die databank staat. En als jij zegt, ik heb nooit eerder schade gehad en er staan er 10 in die databank, dan gaat die vraag stellen. Dan moet je een uitleg geven. En ik denk het rapport aan zich, hè, dat zou natuurlijk synoniem kunnen zijn aan het groene vinkje, maar dat is wel op basis van je verzekeringshistorie. Maar je hebt natuurlijk ook nog je controle op de sanctielijst en dergelijke. En dat zit in deze controle nog niet mee, maar daar zou je wel aan kunnen denken. Zeker. Ja. Ik heb nog een opmerking gekregen, een beetje fel op die e-mail en die 06. Ik heb het zelf geprobeerd, maar ik ben ermee gestopt. Ik geef direct toe dat ik de kleine lettertjes niet helemaal gelezen heb. Maar ik dacht, ik wil mijn 06-nummer hier niet afgeven, want straks word ik helemaal platgebeld door al die verzekeraars. Snap je het wantrouwen? Hè? Maar het is niet helemaal onterecht natuurlijk. Ben ik de enige daarin? En is dat een reden om eventueel die 06 of zo een e-mail optioneel te maken? Dankjewel voor de presentatie. Ik wil het nog wel even bij je zeggen. Ik vind het erg goed, want jullie zijn volgens mij de eerste die inzage volgens de AVG via Irma geregeld hebben. Waarvan ik altijd dacht, dit wordt een van de grote killer applicaties. Maar het heeft toch nog lang geduurd voordat dat breed opgepikt wordt. En dat duurt nog lang, maar jullie lopen voorop. Hartstikke goed. Dank je wel.